On that note, we are back again in studio, coming to you from the Ngayihab Cultural Village. I'm your host, Lolo, and this is your favorite show, Sankofa, Sankofa Podcast, looking to the past to inform the future. That's what Sankofa tells us. And vandag kan jy graag met Butanel, en vandag gaan ons Afrikaans praat. Ons gaan Afrikaans praat. So for my English friends and my subscribers from all over, we're gonna do this. What you call this, the words that run here underneath subtitles. Yeah, we're gonna do the subtitle thing. Yeah, so ek gesels met Butanel vandag. Buta, wat is die woord nou weer? Nie verduidelik nie, voorstel. Stel toch asseblief jouself voor aan my luisteraars en my radio's moet luisteraars. Afrikaanse kijkers, viewers. Oké. Okay. Als ik maar een beetje meng met die Afrikaanse en Engels, nee? Zullen niet voor ons gaan iets aandoen. Dat zal het tijd vat voor mij om met jouw Engelse gesprek te voeren, nog voor camera's. Oké. Okay. So, mijn naam is Buta Nel, zoals wat je nou al iets gezegd. Ik is eindelijk geboren als Johannes Nel in Rehoboth. In Rehoboth. Ja. In, Rehoboth Buster. Zoals dat ik groot geworden, dat die naam al kleiner geworden. En het nou eindelijk Buddha geworden. So ek weet nie, ten die tijd wat ek 100 jaar oud is, is het seker net Bo wat oor is. So, dan kan jy vir my sê Uncle B. Okay. So, is die Buddha miskien, is hy miskien die oudste sibling? Ja, in onze culture sal hulle die groot oudste broer sê ou Buddha. En dan die ene wat naam is Buddha. Is Buddha. En dan het jy vir Buddha. Oh. En klein boetie, dat is dus also. Ek is die tweede oudste sien, alhoewel een baie klomp meisiekinders voor my is. So ek is eindelijk die tweede gebore sien na een hele klomp meisiekinders. So ons is 11, 7 sisters en 4 broers. So ons het, blijf daar nog nie television gehad. So dit is al wat oor gewees. Okay, dit is redelijk een sterk familie, sien ek. Okay, nee. Beide kennen man, en welkom bij ons. Dank je, ook voor de geleendheid om hier op jouw programma te kunnen wezen. Het is een Engelse privilege. Oké. Nee, goed om dit te horen, en weer eens welkom. Dit is voor mij goed man, om met verschillende mensen te praten, en cross-culturally vooral. Omdat ik graag iemand is wat baie belangstel in cultuur, en in die menging van ons culturen en om kennis te dragen van andere mensen, se leefwezens en cultuur en zo aan. So ek my audience is een baie groot variety, of my guests, moet ek maar sê, is een groot variety. So, Butanel, sê vir my bietjie man, die Butanel is mos nou een comedian. Wat sê jy in Afrikaans? Ek wil sê, a part-time comedian. Part-time comedian. Ja, ek weet ook nie wat is die Afrikaanse woord, so kom ons hou maar daar in Engels. Okay. En dan sê is een verkeerde woord, dan sê iemand later, dat is die geval. Part-time, wat anders doen jy maar? Ja, ek weet nie of ek dit op die lucht kan sê nie, maar ja, ek het een werk. Okay. Behalwe dat ek part-time comedian is, is eindelijk nie rarig part-time, is een baie klein time. Okay. Wat een comedie is, ook net as ek die geleendheid krij, jy weet, die gedachte is natuurlijk, dat as ek die dag sal retire, alhoewel baie andere mense denk, ek is al geretire volgens hierdie baie strepe en goed, as wat seker daarom nou toegemaak is met die camera, is ek eindelijk nog jong van geest, en as ek nou een dag groot is, en ek werk nie meer, dan is dit wat ek graag sal wil doen. So mense te laat lach. Mense te laat lach, entertain. Ja, entertainer. Ek sien. Dis wat ek eindelijk myself wil noem. Ja, comedy en praat ons nou van Trevor Noah goed in die man. En ek denk, ek is in die leek nie. Ek wil ook nie daar wees. Ek wil net mense laat goed voel, een beetje laat lach. En so vir een oomblik laat vergeet van een druk of een stress. Ek leid het goed, is om net een beetje te laat kan laat lach. En dat laat leek soos ek op een of ander met die klomp looie. Ja, nee, ek sien. En ek denk dat is iets wat baie nodig is, man, in ons gemeenskap, in ons samenleving. Ons moet lichter die jy ook het in die leven, want leven het redelijk druk.
En ons werk, ons krijgt soms druk van alle kanten, man. En zo, dat is erg nodig dat de mens begint met time-out. En net zit een laag, man. En ik kom nogal achter, Lolo, dat dit is die minste wat die mensen wil doen. Oké. Okay. Want als het nou een paar events gaat, wat ons gehost het, en dit sikkel, maar om mensen bij die mensen te krijgen. Te krijgen, weet je. Moet hulle nou amper zeggen, oké, ik ga betalen voor jou. Want mijn motto is, ik wil niet, je moet een kaartje kopen om mij te ondersteunen. Ik wil eindelijk een kaartje voor jou geven om jou te ondersteunen. Oké. Want ik weet dat jij veel meer benefit bij zoiets als ik. Oké. Okay. Niet dat ik mezelf goed praat, maar ik verzeker jou, daar het al vetkolen gezet. Bij plekken waar mensen gewacht zitten verloren terwijl ons met hulle bezig was. So, oké, okay. Is het een groep? Is jullie een groep ons? Man, ja, ons doen die comedy met muziek eigenlijk. Zodat het niet zo vervelig kan zijn. Dat is interessant. Brian Tudenbeo is mijn groot vriend, hij is die muziekmaker. Ik meen, mensen vragen ze elkaar om de trouw, al kennen hulle niet elkaar zijn, man, maar die saxofoon moet spelen. Niet zo zijn niet. Die oorlog is, nou ons en hulle, of ek en hy het een ding begin wat ons noem smooth jazz en jokes. Aha. En dan vergas ons die mensen met muziek en terwijl hulle naar muziek luister, dan vertel ik er hem nog zo een grap of twee. Een grap of twee. Om die mensen te laten goed voelen. So, uiteindelijk, voor ons is het, betekent het verschrikkelijk bij je, maar dat is een concept wat nog moet gewoon, mensen nog moet gewoon aan raak. Ja. Dat is niet iets wat mensen te laten toestroom. En dat is eindelijk onze gedachte. Is dat het oomlik als mensen woord daarvan. Dat hulle erg weet, maar hierdie is voor mij. Maar die woord jazz in die ding lijkt voor mij sort of as a misunderstanding. Je weet, mensen zeggen, nee, maar jazz is niet mijn type. Je weet, mijn type muziek. Yeah. So, ek sal nie na so iets toe gaan nie. Yeah. Ons kyk er eindelijk voor alle type muziek. Dat is maar net die naam, dat is maar net mooi voor ons, maar ons speel ook old school jazz, of niet onze hulle, natuurlijk, ik kan me betalen, zodat ik nog steeds kan spelen. dat is basically wat ons doen. Oké, hoe gereeld hou jullie hierdie wet? Man, ons probeer om tenminste 3 keer een jaar, ons het hem nou iwas in June gehad, in die begin van June, dan het ons nou weer een show, die 25 augustus. 25 augustus. Op plan ons ene. In Saak op Mond. In Saak op Mond. Oké, ik moet bekie meer details krijgen oor die ene, ne? Ja, nee. Daar is ook net die so bezig op in die descriptions en goede. Ek sal definitief vir jou gee. Yes. Maar dit is amper type tafelwijn. Ietsiekie, ons gaan een bottle tafelwijn op die tafel sit, met een pletter, dat die mense een beetje keier, terwijl ons hulle entertain. Je weet, in die verlede het ons hulle nou maar in die banken gelat sit, of in die stoelen gelat sit, handen gevouw. En dan lag hulle nou maar, so ons het nou ietsiekie bijgebring, want dat is van die mense wat gesê het, maar hulle wil het in een ontspannen atmosfeer hee, met een tafel en een winkie, so ons gaan dit nou probeer en kyk, en dit gaan by die multipurpose center plaasvind hier in Odessa. Okay. Daar is een restaurant, ook café is hy sy naam. Okay. Daar is gereeld, is daar gooitjes wat daar plaasvind, en ons gaan definitief deel wees van die geschiedenis. Dit sal nogal nice wees, man. Zelfs voor mij om daar te wees, want ek kan nie onthou dat ek regtig by so type event was nie. Myself, die type goede was meer vir die Lanise man. Dat is wat mense dink, ja. Maar, ja. Maar ons kyk er vir allemaal oud en jong, ons het ook al vir die mense gesê, julle kan julle kinders ook saambring. Ons kinderen nog vir Hansie Slim, Bergwil Klim, goed, as ons die kinders daar is, dan sing ons vir dit, jy weet so. Ons kyk er omtrent vir allemaal en ek wil regtig die mense uitnooi, om te invest in zulke goedjes. Nie omdat ons dit host nie, maar daar is baie ander mense wat zulke type goed host, en wat ek regtig wil, die mense moet regtig naartoe gaan. Okay. Dit doen net een mense siel goed. Absoluut. Ek beloof jou dit. Nee, absoluut. Ja, kijk, vooral van my kant af, nee, wat moest nou ouders wat graag wil, die mense moet meer nader aan mekaar beweeg. Sal ek nogal ook van my viewers, even, wat is die woord? Graag. Ik heb mijn Engels ook verstaan, dan zo ja, nee, ik zou graag willen. Mensen moeten zulke type events ook bijwonen. En dan moet jullie ons wat dit doen, ook bij die cultural festivals van al die verschillende cultural groepen, goed, wat zo in die
in die loop van een jaar gehouden wordt. Ook misschien als een ander iets op je programma gaan performen. Verstaan je? Dat kan werken, weet je. Als ze ook bijvoorbeeld zoiets kan doen en je een paar comedians in verschillende talen, zal het bij je awesome zijn. Yes. Dan vertel je die grap in die taal wat je verstaan. Yes. Eén ding wat ik natuurlijk net een voorstander voor is, is dat ik zoek niet veel grappen. Je weet, grappen in wat beledigend en afbrekend. Dus ik verstaan. Ik wil ook laten lachen, maar niet op het einde van die dag. Laat zijn oor laten toeknijpen, omdat hij zeer gemaakt voelt. Je weet, ik hou ook niet van racistische grappen en zulke type goed. Als ik niet verstaan. Dat die. Zo, als ze ook kan op zo'n platform klomp ouwen zijn, verschillende talen, dan denk ik dat behoort bij goed te zijn. Dat gaat voor mij een mooi ding wees. Van zoals ik zei, en zoals wat je nou al van mij weet, is dat ik graag die rainbow type Namibia wil zien. Vooral in mijn generatie. Ons is bijna uit elkaar uit, man. En het zal bijna nice zijn. Dat is ook om ik specifiek cultural events noem. Het zal bijna nice zijn als jullie bijvoorbeeld bij een Herero cultural event. Misschien net opdag of net vraag. En dan ik geloof jullie zal geaccommodeerd worden. En net daar een slotje gegeven wordt en net jullie ding doen daar. Dat is nice. En dat wees dat mengsel, die beding wat ik graag wil zien. Ja, absoluut. So it's nice. Maar zeg over mij, man. Was daar al oomblikken wat jij misschien een verkeerde grap gemaakt hebt? Wat mensen niet erg gelijk het niet? En ja, nee, dat heeft nogal gebeurd. Dat is een story wat ons verteld heeft, maar ik heb toen nog heel weggedoen met hem van een Ovambo man wat en ik kan het nog niet vertellen hier zo niet. Eindelijk zo op grap. Wat gezegd naar die predikant toe gegaan het. En die predikant toen nog aan zei dat hij wil bij je graag trouw. Met die vrouw wat daar bij die kerk werkt. En die pastoor toen van hem gezegd, jong. Trouw is me zo niet per kopie. Dat is niet voor trouw en dat is daar klaar. En toen vraagt die pastoor toen nog van of hij die Bijbel kent. Of hij zijn Bijbel kent. Hij zei toen, ja, ik ken mijn Bijbel. En toen vraag die pastoor toen nog van, maar hebben we nog over hem verdedigd, je weet. Hoe is zijn Bijbel? En hij zei, oké, aan het begin, God heeft gemaakt voor Adam, je weet maar. En Adam heeft gezet daar, zo bij die tijd, die hele dag, hij hoofd was net in zijn kop, en hij zei, hij riep, hij werkt niet voor mij niet. Toen Karunga kwam, hij vroeg Adam, wat gaan we? En Adam zei, hier is alleen bezigheid, hij werkt niet. Leeuw heeft zijn vrouw, olifanten heeft zijn vrouw, armer heeft zijn vrouw. Ik heb niks, ik zit net de hele dag, ik moet pas op die goeder zitten. Hij mensen zei, die goeder zijn zoen, Adam heeft niemand om te zoen. Toen Karunga zei, oké, Adam, ik zal praan maken. Toen hij schrat voor Adam net zo achter bij die kop. Hij snijdt zijn rib open, je harde rib daar zo uit. Adam raakt wakker, daar zo zit een mooie vrouw. Adam zei, wat ga je aan? Wie is jij? Karunga zei, is Eva. Eva is jouw vrouw. Eva. En hij zei, oké, toen één Eva blijft mooi bij die tuin. Maar later een dag Eva, hij zei, Adam, hier groentevreterij werkt niet. Ik zoek vrees. Je moet gaan, je gaat zoeken voor ons vrees. Adam is gegaan, toen Adam is net weg, Eva hoort net psst. Ei, dat is lang nog. Eva denkt, joh, is toen niet nog aan een man die kan voor mij vreden. Ik is getrouwd, dus Adam's vrouw, toen ik kijk, doet ze die strang. Strang is even, Eva, die boom is staan daar. Als je hier die boom, je gaat slim raken. Die is al wakker raken. Eva zei, ik zoek niet, dat probleem niet, als gezegd, mag niet, dat is hier die ding, als haar net doodgaan. Strang is Eva, vat net. Toen Eva bijt Adam kom en hij zei, Eva, wat je gemaakt toch? Je mag niet eer dat ding niet Toen Eva vat net dat ding, het is een mond. Hij drukt bij Adam's mond. Adam eet laat, toen Karunga kom. Maar toen is hij bang. Hij heeft niet creëren aan, hij staat niet daar, zo kar gaat. Hij heeft niks. Toen Karunga zit voor een uit. Daar zo bij die tent. Daar loop. Nou, Adam is even, Eva mag niet zeggen wat gebeurt. Je moet niet kijken om. Alsjeblieft. Als je kijkt om, je verandert een zout. Een zoutpilaar. Een vrachtig. Die vrouw mensen hoor niet. Die tijd al het niet gehoord. Nou nog steeds, hij hoor niet. Er was nog probleem. Tot bij die vandaag. Toen later Adam hij hoorde, kroeg.
Toen ik kijk dus dat die BST kom, ik kom Frit van Eva op. Arres. Hij is net daar. Nou, ik zal je volgende keer meer vertellen. Maar ik wil die ding vertellen bij je concert. En daar de vrouw gezet en zit uitgestapt. En ik heb toen onmiddellijk geloos waarmee ik bezig was. En ik heb gegaan en ik heb gaan verschoning vragen. Mm. En daar had ik besluit, je weet, niet allemaal lach voor zulke diepe goed. Ja, ja, ja. En ik doe dat met de grootste respect. Je weet, en dus ook om ik maar wegblijf van die type gedachten. Je kan mensen aanstoot geven en ik wil die graag. Zoals ik al gezegd, ons wil graag meer mensen bij onze show zelfs. Wil nee, mensen moet niet daar komen, omdat ik een grap gemaakt heb, of als je van voor het allemaal ook, dan ik er zie, ik er zie daar niet. Ja, nee, je krijgt bij van die grappen, man. Wat mensen vertellen van wat nou wat de biggie racial is. Van daar is bijvoorbeeld een wat nou bij mij komt. Van die ouwens wat blijkbaar in die hemel gekomen het. En dat is die Tamara, die Herero en die Nama. Mm. Wat nou blijkbaar bij die hemel nog gekomen het. En toen die heren nog allemaal nog veel gevraagd. Oké, nou. Wat moet ik voor jou doen? Hoe moet ik voor jou bless? Wat nou voor jou zal kan helpen voor doen en zo. Die Herero ook nog gezegd, man, als je me net een paar beesten kan geven, dat is ik recht. Ah, nee, dat is dan goed. Toen die Nama ook nog gezegd, man, zo paar, ik zou niet net beesten nemen, man, net zo paar bokken gissen, schappen, net zo. Dat is ik 100. Toen die Nama ook blijkbaar gezegd, net samen gekomen. Zo, ik kreeg nog zeggen, Ravik is jammer voor die, if anybody is offended, please. It's really meant in good spirits. It's net een grap. Ja, kijk, daar is natuurlijk mensen wat zulke type grappen geniet, je weet. Maar bij je ander is het no-go. Ja. Ja, en dat is, kijk, daar is al reeds moest nou discrimination en tribalism en die goed in ons gemeenschap. So, zulke type grappen is erg niet. Eindelijk goed niet. Ja. En misschien is het ook een fout dat ik hier een grap begin vertellen. Oké, maar ik is het dan maar zo. Laat ik liever van mijzelf een grap maken. Ja. It's fine. It doesn't give anybody else the right to do that to me, though. Maar anyway, vertel Biggie man, over die hobbystoep. Hoe ja, die journey begin? Man, weet je, ik het je nog op die... Of kom ons maak zo. Kom ons gaan goed break. Dan kom ons terug en we beginnen met hobbystoep. Sharp. On that note, we're gonna come back right now. With Obi Stoep. Right, we are back with the second part of our podcast here. I'm enjoying my time in the studio on this rather cold Sunday afternoon here in Swakopmund. Swakop is cold, man. So, as we say, nog met Buti. Buti, vertel een beetje over the journey. Wat, hoe is het gekomen dat Buddha Obi Stoep belandet? Op je stoep is nog die jongens in Zuid-Afrika, hè? Ja, ik wil nog net gezegd dat Tramila had mijn vrouw mee uitgezet dat ik op je stoep geland heb. Oké, vertel een beetje hoor, hè? Die programma op kijk net. Maar ja. Ik had één keer dus die programma gekeken en ik zei van mijn vrouw, dat is waar ik me graag zal wel bevinden, in die type gezelschap. Maar ik had niet geweten hoe niet. Ik had een beetje navraag gedaan en de jongens het gezegd, nee maar aan, je ziet Afrika toe komen voor audities en toen het mijn plak gevallen. Ik heb toen nog een kans gezien. En op een stadium praat iemand met mij, een cijfer me jong. Die heet maar zijn Facebook. Die mensen zoeken mensen om te gaan auditie doen voor op die stoep bij die dom. En ik zei toen voor die man, alsjeblieft, ze toch net mijn naam daar. En hij heeft dat toch gedaan. En de ene van die dagen worden ze nog gezien. Als we nog een specifieke aan moeten ze nog gaan zo en toe. Maar je weet me, die wat daar zo bij je scams. Dus ze zouden nog maar een beetje verzetten. Want ik wil er hem ook nog niet gevangen wees. Je weet dat ik nou op een Oostzeese kanaal loop, ze goed dat ze praten. Dan is het hier erg op die stoepje. Maar die oomlijk toen ze daar komt toe, toen ze die ouwens geherkend wat die aanbieders is van die programma. En toen nog was geverteld waarmee hulle bezig is. Maar hulle toen nog niet camera's, je weet. Wat toen nog voor mij een beetje niet zo lekker gelijk had. Maak toen nog zomaar video's met de cellphone en ik voel toen nog een beetje half. Hier is zeker nog net een grap bezig. En als ze toen nog maar een paar grappen vertellen voor hulle. En zo maken ze maar zo die recordings. En toen zei hulle niet alles los, laat weten. Nou, als je maar zo die woord hoort, we will come back to you. Dan is het maar zo eindelijk al de einde van die verhaal. Ja, ja.
En ik kan nou ongelukkig nog niet die maanden en datums noemen, maar dat is die waarheid wat ik praat. Oké. Zo, toen het hulle van ons gelaat weet, en toen nog gesê, nee, hulle, ons is geaanvaard. Oké. Okay. Ons kan Zuid-Afrika toe kom, voor die, nie net nie vir die audities nie, maar voor die programs. En hulle gee toen nog ons verskillende opties, jy weet, wanneer ons nou moet, kan kom. En dan is die opties ook om daar waar ons daar moet kom. Nou, ek het in my lewe nog net 2 keer gevlieg. Die eerste keer is het toe die ooievaar my vir my ma gekom gee, dat het toe ek gebore was, het die voels nog, hulle is die babietjies vir die ouwe moeders gekom gee. En die tweede keer het ek van die huis het dak af gevlieg. Waar was dit? In Reewoord. Kijk, Lola, ek weet nie of jy, ek kan nog nie sê hoe oud is jy nie, maar ons het op die stadium, wat ons nog groot geworden, ons die leren goed gehad. Jy het op een venster geklim en boven die dak. Ja. Jy weet van dit. Ja, nee, ik weet van dit. Op die stadium het ek toen opgeklim om die bal af te gooien, toen iemand die venster een beetje gereleased. Hij dit, was het een stootmens daar en toen ek toen nog afklim en op die venster trap, toen maak die venster toe. En toen, maar daar was ik gelukkig nog niet zo lang, en toen ik erom niet zo ver gevliegen. En toen zei hij toen nog wel eens, oké, jullie moeten nou besluiten of jullie nou willen vliegen of jullie willen rijden. Ik heb toen nog die sommer gemaakt, je weet het niet. Maat wat samen met mij gegaan het Howard Scholes, hij zei toen niet, maar hij rijdt liever, want hij doet niet die vlieggoed. En hij werkte nog uit, je weet het, dat is zo'n 3, 4, 5 dagen omtrent wees, heen en weer. Om te rijden. Om te rijden van hier af en terug te komen, je weet hulle oorzaak in Reewoord, dus in die Perel. Toen zei ik van, nee man, dan, ek vlieg dan liever. Toen gebeurde het nou met mij, ik bel toe van een namen weer op die stadium. En ik vraag toe vir die vroukje wat antwoord, sy kan toch van mij zeggen, hoe lang is een vlug van Walvisbaai naar Kaapstad? En ze zei net een minuut, en ik zei die telefoon hier, ik zei wrachtig, daar is het mijn shop. Dat moest net gaan. Ik denk toen in termen van die straalvliegtuig. En toen ik toen uitvind, toen zei het niet een minuut, toen zei het amper maar zo 2 uren. Ik denk ik wat, zit zeker van mij gelicht, maar achterna doet besef ik, zei ik me net een minuut aan, hoe ze keek net vanaf. Oh. En toen ga ik maar zo, ik zou zeker nog nooit gevliegen. Dat gebeurt toen, dat je moet me zo, ik heb gehoord bij in Zuid-Afrika, moet je maar zo het Zuid-Afrikaanse geld hebben. Ik was verschrikkelijk over het zilver, je weet, toen ik een klomp rande en 2 randen hier in mijn zak. Toen moet ik nou allerlei goed gaan uitgooien bij luchthaven, want als je dier gaat naar Makka, dan is het maar zo geleden. Ja, maak geleden, ja. Eventueel is ik toen er een dier en ben in die vliegtuig. Maar ik zei veel door gaan zitten in die vliegtuig, toen hou vast ik iets. En die tannie werd langs me, ze vraagt voor mij, is ik bang voor vlieg? Ik zei van, nee, ik ben bang voor val. En ze dan kijk ik toen nog zo. Nou zei ik voor haar, kijk net hier zo. Hoe hoog is ons? Die mensen lijken zoals mieren. Ze zeggen van meneer, maar dat is mieren. Ons is nog eens opgestegen. Zo, toen zat ik nog met die vrees. En eventually is toen nog opgestegen. En met de kool op mijn maverij, iedere naald. Dan kijk ik toen naar die wolken en goed. En ik kan ook toen zo niet die mensen vragen. Ik meen die mensen hebben daar, dus mensen hebben daar lang gevliegen. Toen gebeurde het toen door in Zuid-Afrika komen gaan afklimmen. Toen weet ik moet iemand volgen, man. Je weet, want ik ken me zo niet, want toen wordt gegaan. Ik weet eens waar het met mijn koffer gaan maken. Je weet, dus vat me zo'n mensen goed af. En toen ik toen daar in die portaal ingaan waar die mensen nou ingewacht worden, die komen hol daar een klomp schoolkinders, je weet, van vooraf. Ik denk, wachtig, je kan niet zo'n klomp mensen voor mij kennen in Zuid-Afrika. Ik maak ook mijn handen op, je weet, om hulle te ontvangen, dus hulle allemaal niet zo vreemd. Toen stief of me hier achter mij, dus toen nog wel om wat hulle toe zo wel komt in die huis. Okay. En toen ik zo 1 keer loop, toen zie ik hier staan een man hiervoor, met mijn naam, op zijn bos. Ik zei, dat kan niet weer zijn. Ik ga lopen om toe bij. Ik zei, van nou, is jij ook Johannes Snel? Hij zei, nee, hij is Johannes Snel. Hij is ook Johannes Snel. Ik zei, nou, dan zit ik. Maar ja, toen het toch gebeurd dat was toen eventually op die stoep gaan inleggen. Maar je weet, om van hulle toe om voor mij gereed te krijgen, was niet makkelijk. En hulle sê toen nog voor ons, als we net gaan, hulle wil net zo die voorkomen bij die poeier, volgens die camera, je weet dat die blank geeft. En daar was ik al erg blij. Dus ja. Erger als nou, maar haar had nog een beetje gegroeid. Oké. En op het einde van die dag, toen
poeier en pijn die mensen van mijn body part, die hele hierdie streepjes van mij. Laat ik erom te mensen net zoals een mens lijk, als ik daar voor de camera is. Ik lig hier voor jou niet, die aantal ons nou klaar is, en hij is toe gaan. Toen ik hier die society-stokjes, heel nacht, dan krap ik daar make-up uit. Want toen moet ik leek zoals wat ik op je paspoort leek. En anders zal ik hem misschien laten. Yes. En toen ik terugkom naar mijn weer, volgens mij, mijn paspoort gaan wijzen. Toen zei die vrouwtje voor mij, de vrouw zegt mij maar waar langs zit ik gegaan? Vrouw, bedoel je? Ze zei, nee, volgens jouw paspoort is gestemd. En naar mijn weer niet. Hoe is je in Zuid-Afrika gekomen? Ik zei, maar ik heb met jullie vliegtuig hier vanaf gevliegd. Ze zei, maar je kan jezelf gelukkig achter die mensen die je niet toegeslikt hebt. Moet niet zo zijn, niet? Ja, toen was ik nooit gechapt hier. Dus ik was eindelijk onwettig op die vliegtuig. Gelukkig hadden ze me aan gaan gechapt. Toen chappelde er weer een paspoort. Toen zei ik voor haar vrouw, nou moet je me zomaar altijd klaar chappen. En als ik weer vlieg, chap ze me, maar dat is ook, laat je me niet weer vergeten. maar het was een belevenis om op een tafel, op één tafel met haar mannen te zetten. Ja. En stories te kunnen vertellen was in die boek uit. Ik had het prachtig. Dat is ingeleendheid wat ik nooit oor zal spijt wees. Dat is mijn ervaring. So dat was eigenlijk die highlight zo ver van die comedy carrière. Oké, nee, dat is eigenlijk een goede exposure ook geweest, man. Ja, nee, dit is mijn tweede in. Nee? Wat ik nou weer voor de camera's is. Oké. Maar ik kan nog wel gewoon draaien, dan zeg ik goed. Oké. Ja, nee. Vertel een beetje, man. Poudaniel. Is moest nou een rebootbuster, man. Nou, ik is moest nou een cultural fanatic, moet ik zeggen, ik weet niet. Bij groot interesse, man, in mensen culturen. En ik is eigenlijk een student of life, moet ik zeggen. Ik study hoe die leven werkt. Hoe komen ons geloven wat ons geloven? Hoe komen ons is waar ons is? Hoe dit gekomen dat wat, hoe is, hoe ze wat? En ik vraag soms vragen wat mensen, en ik challenge soms topics wat mensen niet graag over praten en zo. So, met die is ik ook bij geïnteresseerd in alle randen culturen. Vooral die local cultures. Nou, Buddha wat nou een baster is. Vertel me enig iets van die baster cultuur, man. Weet je, terwijl ons van die baster praat, wil ik toch ook net een rechtstelling maken. Okay. Ons is basters. Ons is die, die Engelse woord wat vloek betekent, bastards. En basters is trots. Je weet, ons is trots om basters te wees. Trots mensen, is hulle. Mensen wil nie geassocieer wees, want hulle glo dat die basters een synoniem aan dronk wees, en aan lelijk vloek, en aan ongeskik wees. En that's not us. Ja, nee, dat is die wie ons is. Ons is, wil ek amper sê, baie godsdienstige volk. Is het? Ja, want ons dier gebed het ons bestaan, ons baster volk nog op 1915, okay. Zoals wat hulle vertel het, mensen hebben nog niet denk ik, is zo oud die dat hulle nou later denk ik was op zo'n kubus. Het hulle gevecht in die tijd, ze staan steeds op zo'n kubus. En zoals wat ik verstaan in die geschiedenis, het het gelijk alsof die basters niet een kans gestaan het in die Duitsers. En ons zou uitgeroeid geweest het als volk, want hulle was een soort van vaste keer. En hulle het daai aand het hulle gepluk. Sam Kubus is nog waar, Sam Kubus is zo een keer uit Reeuwen, uit Klein op sy kant toe. Okay. Is zo een kom eigenlijk, dat is een baie beskermde plek waar hulle toen nou, hulle sy familie se kon ingevat het, onze voorvaders basically, om beskermd te wees. Okay. En daaruit, uit Sam Kubus het hulle gevecht, maar hulle het ook later besef dat, praat nou onder correctie, zoals ik zei, ik was hier bijna, het hulle gebeginne bid. Okay. En die gebed sê hulle het veroorzaak, dat ons eindelijk het sê hulle het ons die oorlog gewen. En maar is nie, die Duitsers het opgepakt of het gegaan. En dat is waar die baaste trots eindelijk begin het, is dat ons staan niet terug, ek weet, ons was een baie klein nasie, klein volk, maar ons het die machtige Duitsers het ons met kanonen en al, het is vir hulle met ons geweren, het ons vir hulle omtrent
pak gezien. Dus ik denk dat daar waar die verhouding met die Ral reeds begint. Ik heb één dag met iemand gepraat en hij zei, ja, Baster is een klomp dronklappen. En ik heb van hem gezegd, maar dat is niet het geval. Ja, nee, dat is het niet. Ons is trots. En als je drinkt, als je Baster is en je drinkt, dan drink je niet omdat je Baster is. Je drinkt omdat je wil drinken. Als je vloek je niet omdat je van de Baster afkomt. Je vloek omdat je van allemaal vloek. En allemaal drinken. Ik is toch blij dat ik geleend heb om dit niet recht te stellen. Voor mensen wat al denkt dat Baster is niet ons trots. Nee, dat is een bijna mooi ding om te zeggen, man. En om recht te stellen. Dat is een bijna mooi ding om te zeggen. Om eindelijk op die manier die Bastervolk te verdienwoordig. En namens hulle zoiets te zeggen. Je kan gerust hier naar samenkomen. Als je het lekker afval laat. Ik zal graag, man. Mensen wat een lekker afval maakt. Ons is die enige mensen wat recht kan lang arm dansen. Sokkie. Ja, moet niet zeggen deze mensen. Moet niet die namas lossen. Nee, die namas doen hulle op hulle manier. Hulle die namas stap. Ons dans die lang arm. Ons is dan ook een lang arm dan. Nee, jullie zijn goed, jullie zo al, maar die zei je. Ons kan het doen. Maar dat is ook waar jullie gaan kopen. Hoe is die Baster zijn? Nee, ik zal het niet kijken. Maar ja. Dus eindelijk, die mensen hebben alles bij ons gekopie. En toen hulle eie die namas kamano. Het die namas kamano. Ja, hulle daar oorzaam komen ze mieren voor ons geloor. Hou toch op, man. Maar ja, dat is ongelukkig. Het ons moest nou die traditionele, kijk, baie keer die namas het hulle maar zo'n traditionele kleren. Ek het alles voor die ouwens gesê, as ons nou met school toe, moet je nou jou traditionele kleren aan. Ek sê maar, onze traditionele kleren is een chin en een lang mooi hemdje. Dat is een traditionele Baster. Ons is fijn uitgevaart. Oké, we houden gewoon daar vast. Ons komt nou weer terug. Dat is het. Oké, ons is terug bij die laatste gedeelte van onze lekker keiertje hier op die zondagnamiddag. Vertel een beetje van die Baster traditionele kosten, man. Jong, afval is ons, is zo ik zeg, is een Basterse poeting. Afval? Behalve aardappelslui met wenas in, roosterbrood, dus roosterbrood, maar dat is die wat je omdraait in zijn schoenmoergies. Je moet branden, en dan is hij rechter roosterbrood. En dan die stoofbroodjes natuurlijk ook, wat nee, roosterbroodjes gemaakt worden, die oonbroodjes. En dan een varsrug. Kook je dan ook met die pens? Nou, wat net met die rooikiel. En dan wordt in die pot gezet met net eien. Je weet daar, en dan zout. Daar zie je zout. Ook een beetje peper. Waarom zo? Een beetje. Ja, boh. Maar dat is nou pas. Dus, kijk, als hij daar goed is, eet, kan je hem omtrent enig iets vrij zien. En dan kan hij niet focussen. Nou, Doughboys? Dat ook, ja. Nee? Ja, Doughboys ook. Ja, man, ik heb me ik wil even vertellen van die Doughboys. Ik heb een keer een domestic worker van mijn vrouw, ze kan Doughboys maken. En ze zei toen, ja, ze kan. En als laat maken toen die Doughboys en die aantal was op de huis komen, dus het is ook een platgoedjes. Ik zei, mijn vrouw, hier is ietsje lekker. Iets is hier. Ik ga hier die Doughboys eten, maar ik vat toen nog een kans en ik vat die Doughboys en ik gooi hem net over de hand. En toen de hand, dus ik kakken om ons land, dan krijg je hond in zijn mond open, zo kan je zeggen. Dan moet ik nog met elkaar zijn Jack liever met onze zijn mond open. Maar dat kan niet. Ik heb amper hele Doughboy bezigheid gelost, maar toen iemand van mij die dan recht gemaakt. En toen kom ik nog even. Ik kan hem zelf maken. Dus ik heb een beetje zak van. Oké. Nee, ja. Ik moet zeggen, hè, bij die roosterbrood, daar heb ik respect voor een Baster. Ja. Nee, zo waar. Bij die roosterbrood. Ik zal. Ik heb dit jaar Sankubus gemist, man. Ik wou graag gaan. Mijn baas is een Baster. Ik heb ook met hem gezegd, man, dit jaar wil ik graag naar rijden. En ons is nog laatst, ik heb daarover gepraat. Hij heeft me ook een beetje verteld van Sankubus zelf en zo aan. En dat is bij een lijn met wat ik hier hoor. Zo, ik wou graag gaan, maar ik heb het gemist, man. Voor een of andere reden. Ik kan niet redden. Mooi onthouden nou waarvoor. Maar anyway. Vertel een beetje, man, van die Basterse oorsprong. Man, daar wordt ons nou verteld, namas het bij die Oranje Rivier in Namibië gekomen, 19 wie, er was het gekomen, Botswana, Eid, en zo aan.
Waar vanaf komt die baster? Die baster komt ook van Zuid-Afrika af. Oké. Okay. Ik weet niet precies, Rietfontein, daar is het van verschillende gebieden af eindelijk gekomen trek. Reeds ook om geëind te worden, om je volk te kan stichten. Te kan stichten. En ik denk dat is wat er getreif het. Want ik denk dat ook met die kommeren wat er gekomen wat die gevecht treft. Daar is daarin van die gevecht smaak met die mannen geschiet. En hulle het gebekleed en hulle het gevecht. En ik denk dat is waar hulle toen op. Ik ken niet redder. Ik zie into, zoals wat ik net al gezegd heb, ik zie redder in politiek. Zo die basters, zijn geschiedenis ken ik ook net, omdat ik zeker een opstel oor dat moet geschreven destijds jaren geleden. So, die basters zal me zeker nog kruisig als ze hoor. Ik ken nog niet eens, weet nog niet eens waar. Okay. Al wat ik weet, ik kom van Reeuwood af. En dat is waar die basters nog gekomen aanbreken. Okay. Aanslaan het in Reeuwood. En dat is waar ons nou groot geworden. Okay. Nee, is fijn man. Allemaal kan niet alles kennen. So, daar is ons van. Ik kan nog niet meer vandaag kennen, dus ik kan ook niet zo ver terug ontdoen. Dus ik nou nog moet terugdenken aan toen ik in Reeuwood gebleven, kreeg ik een milsteek zo. Dus lang terug. Oké. Nee, ik zal nog steeds met de O. Wat is die andere O'se naam, man? Ik kan voor jou connect met onze kaptein Jackie Brits in Reeuwood. Oh, Jackie Brits. Kaptein Jackie Brits. Dan een beetje gesels. Hij is van die O'se wat die inzakken is, wat natuurlijk ook hier die podcast van jou zal kijken, wat daar voor jou zal contact en zijn man, als je nou wil weet van Bas, dat zal gaaf praat met mij. Dat zal nice wees. Dat zal nice wees. En dan moet je nou maar eerst de onze funny ee af, maar eerst interview, dat je eerst, okay, dat wat hulle voor jou sê, eerst net zeker maakt, dat is die waarheid voor je het later verkondigt. Oké. Ja, daar is bij mensen wat lang, niet net hier, een uur lang met jou kan praten, wat voor daar lang voor jou kan vertellen, waar die basters vandaan komt en wat het hulle betekent. Wat ik net kan zeggen is dat ik is rechtig trots om geassocieerd te kan worden. En zoals ik gezegd heb, met die basters, met die andere woorden. Ja. Zoals ik kom uit Reeuwardheid en ik is nu al een paar jaar in Sokop, maar dat is mijn roots wat ik nooit zal kunnen kennen. Ja, nee, ik heb zelf baster vrienden, man. En jullie is nice mensen. Dank moet ik zeggen. Maar hoe is jullie trots op die Reeuwood, joh? Enige pastor is trots. Reeuwood, nee, en Loodrits is die twee dorpen waarvan die inwoners verschrikkelijk trots is op die dorp. Man, ik zou zeggen dat zeker maar oor hoe dat bekomt is. Omdat het gevecht voor dit. Hulle het destijds geschreven. Reepies, mosk. Maar we zijn onafhankelijk geworden. Toen we ons moest eindelijk onafhankelijke staat geworden binnen Namibie. Ik weet van dat ook. Ons het eindelijk recht gestaan om te ver. Is het? Ons het net gezien als een koel. Jylle is de min. Maar Reeuwood zelf zou niet voor ons allemaal kon geaccommoderen. Ja. Die weet wat werk en economie en blijplek kon. Dat is zeker ook om ons maar moet. Ons touw opgegooid en gezegd, niet maar ons deel van. Ons is ook die mensen, ons zal vecht, maar ons zal ook niet aanhouden qua vrienden wees. Ons is eindelijk een vredelievende volk, zo ek sê. Dus daarnaast is wat graag boer ook, ne? Hulle hou van boer, ja. Ek hou natuurlijk, al wat ek van boerderij af hou, is die eetere. Nee? Ek eet graag, so dat wat die mannen met boer. Oké. En dan om bakkies te spot. Karre de spot. Ja. Daar is nou die. Ja, nee, dus, ik heb best de braas. Maar dat is waar je trots in komt. Je is trots op dat wat je eet. En je past het op. Daar is van die Reeuwood ooms wat nou nog die bakjes rijden wat hulle mee beginnen. Je weet okay. Wat hulle opgepast het. En natuurlijk die van die kinders het moest nog weer getrek. Maar daar is van hulle wat rechtig, hulle is een karre bij lang gereed. So ons is eindelijk trots op dat wat je bekom, reeds om oor die manier hoe je dit gebekom het met harde werk. En dus ook ons die moos moet goed zijn. Oké. Nee, Boeta, dit was een plezier man, om te gesels. En ja. Ek geloof dat sal die laatste weesie, eerste en die laatste weesie van jou. Ons kan al het gesels man, zo af en toe, elke misschien tweede maand of wat ook al. Enige dit. Ek gaan sê as graag. Volgende keer vertel ons het oor die comedy gedeelte. Nou vertel gewoon een laatste grap man vir die mense. Kijk maar daar in die camera en vertel ons maar. Toe ek my licentie gaan uitneem het ek amper 6 keer gegaan.
omdat daar was één vraag wat ik niet kon beantwoorden. En die vraag is elke keer, als die klager reed, uit bij de hek, en dan is het teruggekomen, dan heb je één vraag gevraagd waarom je natuurlijk nog geslagen hebt. En die vraag was geweest, als je rijdt op je pad in een spoed van 120 km per uur, aan je linkerkant is een muur, aan je rechterkant is een afgrond. Voor je op die pad loopt een oude man en een jong zoon. Wat tref je eerst? My goodness, als je nog iets moet treffen. En ik zit bij mezelf, en ik trep, je weet, vier keer, vijfde keer, toen ga ik naar die traffic, toen zei van, luister, jullie moeten jullie zijn mind opmaken. De eerste keer had ik gezegd, ik tref die muur, dus het verkeerd. Tweede keer, toen zei ik, ik tref die afgrond, dus het verkeerd. Toen zei ik die oude man, toen zei ik die jong man. Zo, wat is de rechte antwoord? Toen zei de rechte antwoord, dus je tref die brik. Zo, toen heb je van mij mijn licentie gegeven. So, op die noot wil ik ook even jou danken, zei voor jullie. Yes. Nee, van mij kan daarvoor ook bij, dankie man. Ik geloof dat was een goede episode wat mijn kijkers gaan genieten. En ik heb zo'n beetje gesukkeld met die Afrikaans, man. Dank laatst zo bij Afrikaans. Ja, ik wil ook maar een verschoning vragen aan jouw kijkers dat ik nou moet blootstellen Afrikaans, maar nou leren hulle ook Verstaan je? En dan kan nou ik zeggen, ik wil Rioboot toe gaan. Alles is ook waar in die wereld. Maar daarin is het alles Rioboot. Rioboot, zeg Rioboot. Dat is Rioboot. Oké. On that note, thank you so much for having tuned into this episode. We trust that you've had a good time with us today in studio. And see you at the next podcast. Signing out.